Goedemorgen vanuit Goreem. Het is nu 4:30 in de ochtend. En we gaan vandaag iets heel speciaals doen. We gaan Cappadocië verkennen op twee manieren. En de eerste manier is per luchtballon. En ik ben er zeker van dat dit fantastisch gaat zijn. En ik kijk er heel erg naar uit. Nu nog van op de grond. En zo dadelijk vanuit de lucht. Met dit ballonnetje van Royal Balloon dat wij de tocht gaan maken. Nu stappen we er dadelijk in. Met een vlammende pijp. Tamamdır Samet, hızlı halledin işinizi. İşiniz bitince bir haber verin. Don't forget to say hi. Converting their houses into a hotel. Mostly start living there. And you can see the big rock right behind us. That's Uçhisartan. I showed you that before. People used to live in that big rock until the 60s because of the earthquake in 52. That's the only destructive earthquake ever happened in the area. There has been, of course, some other earthquakes too, but the one in 52 was the destructive one. Unfortunately, lots of people lost their lives. So the local government gave people land and money so they could build new houses in safer areas. You can see all these houses behind the big rock. That's the new part of the town, not only in Uçhisar, but also in Göreme. Tufa is really, really soft. You can even carve it with your bare hands. The special thing about tufa is that it gets harder than basalt when it gets oxygen from both inside and outside the cave you carve. But it's formed this way because of the eruption of the wind. People found out that tufa is pretty special. It's very easy to carve and it gets even harder than basalt. So they started carving their houses, churches, stables, and even underground cities. You should really see the underground cities if you haven't yet. We have two, three major underground cities, Derinkuyu, Kaymaklı, and Mazı. People mostly prefer Derinkuyu, that's the deepest one. Derin already means deep. Kaymaklı is the widest one. Derinkuyu has 8 stories, Kaymaklı has 3 stories. They were all once connected to each other, but after the earthquake with the erosion and the water, everything, the connection has just, the tunnels have collapsed. Yürüyebileceğimi işaret ettim.
Ahmet gel gel. Biz gel kesti gel. Birazdan geliyorum. Hope so. This is a very good landing spot. This is actually our takeoff spot. You can see the sign. Well, it's a sign. Haydi 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 haydi. Bunlar check-in de. Tamam. Ağaca gitme ihtimalimiz çok yüksek. Bunlar hayatta mı arıyor? Check abi. On the car. Just keep going like this, just a little bit. Devam devam, çek 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 daha çek. Samet sen arabaya. Samet dön de gel altına. Gelme gelme öyle kal. Kal kal kıpırdama. Hocam döndüreceğiz mi? You leave now. I would go up again as there would be less weight. We'll move the car first and deflate the balloon. This is the first time I've landed on a car. That's great. We zijn dus met onze ballon geland op de aanhangwagen. En van daaruit is de ballon dus netjes neergestreken. Dat is toch knap gedaan. De eerste keer dat ik dat meegemaakt heb. Kesin durdurlar. Önemli değil, var. Bıçak. In one piece. But before that, shall we say thank you to the crew, please? They helped us a lot. Yes, yes, yes. And thank you for joining us today. I hope the gas, we would probably faint. Are you from here? Yes, I was born in Avanos. Grew up in Göreme, now living in Nevşehir. So I'm very much from here. Dit hier hebben ze net bezocht. 8 verdiepingen diep. 1000 jaar oud. En een van de drukst bezochte ondergrondse steden van heel Turkije. Indrukwekkend. En hier zijn we dus net op bezoek geweest. Hè. Diringui. De grootste ondergrondse stad ter wereld. Dat betekent toch wel iets, hè? Ja, ik ben onder de indruk. Een omgeving zoals er eigenlijk elders geen is, hè. Ben ik niet op een schoolplaats terechtgekomen? In Göreme. Göreme. Zo noemen ze het toch. En het is zo schoon dat mensen hier zelfs willen trouwen. Ik weet niet of je het koppel ziet staan, maar daar zijn ze. Prachtige omgeving. Ook om te trouwen dus, hè. Het is indrukwekkend om te weten dat meer dan 1000 jaar geleden hier mensen leefden in die grotten. Er was zelfs een kerk, was er net in geweest, waar dat koppel nu foto's aan het maken is. Daar was een kerk, waar er zelfs nog graven.
is prachtig. Door een aardbeving heeft men dat in der tijd hier moeten verlaten en heeft men een nieuwe stad opgetrokken aan de andere kant van de heuvels. Dat was eigenlijk nog niet zo lang geleden, ik geloof dat het 52 of 56 was. Een van de laatste dingen die we hier gaan doen, dat is een kerk bezoeken in de grotten, in de rotsen. En daarvoor hebben we een zaklamp meegekregen. Hallo. Hallo. Zo, ik ben terug in mijn hotelletje. Dagje Cappadocië zit erop. Het was een unieke ervaring. Ik heb Cappadocië verkend op twee manieren eigenlijk. Het is dus morgen om 4 uur, 4, 5 uur al met de zonsopgang met de luchtballon. Dat was een unieke ervaring. En ondertussen ben ik ook nog naar Dergiun geweest, als ik het juist uitspreek tenminste. Dat is het stadje dat bekend staat als grootste ondergrondse stad ter wereld. En inderdaad, er waren 8 verdiepingen en blijkbaar zouden er nog meer zijn. Maar dat was ook toch wel iets apart, want als je het niet weet, rijd je daaraan voorbij. Dus ik hoop dat ik dit met u heb kunnen delen en hoop dat ook dat je ervan genoten hebt. En dan zien we morgen elkaar weer opnieuw als we verder op pad gaan. Tot morgen en bedankt om te kijken. Daar.